welkom bij dit online Urban Insight College over de toekomst van stedelijke mobiliteit. De afgelopen maanden hebben we massaal thuis gewerkt. Er vond een grote verandering plaats in mobiliteit. En om meer inzicht te krijgen in deze verandering, hebben wij het eigen reisgedrag van onze collega's in Nederland en internationaal ook onderzocht. Hier hebben we gekeken naar het reisgedrag in Engeland, Finland, Zweden en dus in Nederland. Een van de opvallende dingen die we zien is dat het reisgedrag in Nederland eigenlijk meer veranderd is dan bij onze internationale collega's. Het aandeel online werken is harder gestegen in Nederland dan in een land als bijvoorbeeld Zweden. Hoe kan dat? Gek genoeg omdat Nederland juist een klein land is. Verplaatsingsafstanden zijn hier relatief kort, waardoor het altijd wel haalbaar is om naar de klant toe te gaan of om naar kantoor toe te gaan. En juist in landen die groter zijn, is dit van meet af aan, ook voor corona, eigenlijk veel lastiger geweest, waardoor het online werken veel meer ingeburgerd is. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar ik begin dat thuiswerken behoorlijk zat te worden en ik kijk er echt naar uit om elkaar weer live te ontmoeten. Maar ik vraag me ook af, hoe zal dat straks gaan? Als het woon-werkverkeer weer teruggaat naar het oude niveau en het zakelijke verkeer, wat kunnen we dan eigenlijk verwachten? En zijn er misschien slimme oplossingen waar we gebruik van kunnen maken? Nou, dit is het soort vragen wat we in het 10-jarige kennisprogramma Urban Insight van Sweco onderzoeken. Het Urban Insight programma is gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling over onderwerpen die te maken hebben met de steden en samenlevingen van de toekomst. En een van de vormen waarin we dit doen is het geven van de Sweco colleges. En vandaag hebben wij Bert van Wee, professor Transport Policy aan de TU Delft en bovendien leermeester van het jaar 2020, uitgenodigd om ons meer te vertellen over de toekomst van mobiliteit. Hij neemt ons het komende uur mee in zijn verhaal. Heb je tussendoor vragen? Stel ze dan, want dan wordt het ook ons verhaal. Je kunt ze stellen in de YouTube-chat en Bert van Wee zal ze dan zoveel mogelijk interactief tijdens het college behandelen. Nou, voor nu wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken voor je aanwezigheid, waar dan ook. En ik wens jullie een heel mooi en inspirerend college toe. Ja. Dankjewel, Danielle. En dank Sweco voor de uitnodiging om dit college te mogen geven. En voor de uitstekende voorbereiding van vooral Rolien. Ik ben dus Bert van Wee en ik ga nu in op de toekomst van mobiliteit, waarbij ik het accent leg op steden en bereikbaarheid. Daarnaast ga ik vanwege de actualiteit in op lange termijn effecten van corona. Zullen die er naar verwachting zijn? Ik heb mijn college ingedeeld in 4 blokken en tussendoor is er de gelegenheid om vragen te stellen. Dus als u iets wilt weten, zit dat op de chat. Wacht daar niet mee tot het vragenblok, want er zit 30 seconden vertraging op de lijn. En het is handig dat de vragen van tevoren dus worden gesteld voor een vloeiend college. Rolien zal uit de binnengekomen vragen er wellicht 1 of enkele uitselecteren. Dus wees niet teleurgesteld als niet alle vragen worden beantwoord. Een opmerking vooraf. Veel van wat ik zeg is een beetje kritisch tegen ongebreidelde groei van autobezit en gebruik. En nou krijg ik wel eens mensen die na afloop zeggen, ja, je bent zelf zeker een autohater en je hebt zeker geen auto. Dat is niet waar. Ik ben wel een autoliefhebber, vooral van oude auto's. Dit is een van mijn auto's met mijn jongste zoon, alweer 11 jaar geleden. Inmiddels rijdt hij zelf in die auto rond. Dus ik heb helemaal geen hekel aan auto's. Ik denk alleen dat het onverstandig is om de hele steden aan te passen aan de auto. Ik zal een deel van de presentatie ophangen aan de hand van stellingen en die zijn open voor vragen en discussie. U hoeft het er niet mee eens te zijn, graag zelfs. U mag daar kanttekeningen bij plaatsen en tussendoor is het dus tijd om vragen te beantwoorden. Ik wacht er niet helemaal mee tot het einde. Een opmerking vooraf. Ik ga het dus vooral hebben over bereikbaarheid. De vraag is, hoe belangrijk zijn nou bereikbaarheidsproblemen? Vaak reduceren we bereikbaarheid tot de aanwezigheid van files en dan worden de berekeningen uitgevoerd. Wat kosten files op het hoofdwegennet de maatschappij? Wat kost milieu voor de maatschappij en wat kost verkeersveiligheid? En dan maak ik vaak mee dat mensen denken dat die files veruit het grootste probleem zijn. En dat is begrijpelijk, want in de media gaat de discussie over verkeer en vervoer vaak over files.
Maar klopt dat beeld wel? U ziet hier cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, waaruit blijkt dat files op het hoofdwegennet ons ongeveer 4 miljard euro kosten. De kosten van verkeersonveiligheid zijn ruwweg 4 keer zo hoog. En de milieukosten, waar een grote onzekerheidsmarge in zit, die zijn ook al snel 3 keer zo groot als de kosten van files op het hoofdwegennet. Met andere woorden, bereikbaarheid en daarbinnen files zijn wel een probleem, maar lang niet het grootste probleem en de grootste uitdaging voor de sector verkeer en vervoer. Mijn eerste stelling is: het huidige niveau van autogebruik en autobezit is onhoudbaar in combinatie met de verstedelijkingsopgave die we de aankomende decennia krijgen. En dit geldt vooral, maar niet alleen, voor de Randstad. Als de auto ver uit het meest dominante vervoermiddel blijft, dan heeft dat grote risico's ook voor vastgoedwaarde, voor investeringen in de gebouwde omgeving en het rendement ervan. En dat betekent dus dat je niet moet denken van we moeten ruim baan maken voor de auto en als wij niet dat doen, dan gaat dat ten koste van de investeringen in vastgoedwaarde. Mijn tweede stelling is: er is al heel veel geld geïnvesteerd in transportinfrastructuur in Nederland. Het is niet verstandig om nu al vast te leggen wat wij allemaal na 2030 nog meer gaan doen. Er zitten al heel veel investeringen in de pijplijn, in het zogenoemde meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, het MIRT. Er gaat dus al heel veel gebeuren. Uitbreidingen van het wegen- en spoorwegennet. En er zijn mensen die willen nu ook alweer allerlei afspraken gaan maken voor de periode daarna. Dat is niet verstandig. We weten niet of dat no-regret investeringen zijn. En we moeten dus er voorzichtig mee zijn om nu al allerlei wensenlijstjes van regionale bestuurders te honoreren en al te besluiten om al dat geld vast te leggen. Er komt nog eens bij dat het transportinfrastructuurnetwerk in Nederland al van bijzonder hoge kwaliteit is. Wij staan altijd in de top 10 van lijstjes die wereldwijd de landen vergelijken op basis van de kwaliteit van transportnetwerken. In de meest gezaghebbende van die lijstjes staan wij op plek 5, dus we doen het eigenlijk sowieso al heel goed. We hebben een uitstekende luchthaveninfrastructuur, hele goede haven, goed hoofdwegennet, goed spoornet, uitstekend fietsnet. Dus Nederland doet het sowieso al heel goed. We moeten ons ook realiseren dat als het gaat om de invloed van infrastructuur op vastgoed, dat maximaal niet hetzelfde is als optimaal. Op een gegeven moment kun je wel nog meer investeren en dat is misschien soms nog wel gunstig voor de vastgoedwereld, maar niet optimaal voor de maatschappij. Want investeringen in infrastructuur kosten ook geld. En die infrastructuur die moet ook onderhouden worden. En er zitten ook weer nadelen aan vast. En we moeten dus verder kijken dan alleen het perspectief van de vastgoedsector als wij willen weten wat goed is voor de BV in Nederland. Een van de redenen waarom het nog onduidelijk is of we wel veel meer geld moeten gaan investeren in wegen na 2030, is dat de toekomst van files nogal onzeker is. We moeten ons realiseren dat het Nederlandse hoofdwegennet op hoofdlijnen best compleet is. Verdere investeringen doen we vooral om files te verminderen en dat gaat vooral om de spitsen. En dat betekent dat de omvang van de fileproblematiek veel invloed heeft op de vraag hoeveel extra wegcapaciteit is nou optimaal. Als er zelfrijdende voertuigen gaan komen, dan zullen die er het eerst komen op snelwegen. En die zelfrijdende voertuigen zullen de druk op de files doen verminderen omdat die dichter op elkaar rijden. Recente prognoses zijn overigens lang niet meer zo optimistisch als eerdere prognoses, maar 1% of 10% minder fileleed mogen we toch wel verwachten. Er komt nog eens bij dat als mensen al in de file staan, maar ze hebben een zelfrijdend voertuig, dan doet die file gewoon veel minder pijn, want je kan die tijd gebruiken voor iets anders. Je kan de krant lezen, je kan ontbijten, je WhatsApp-berichten bijwerken, zakelijke telefoongesprek houden of wat dan ook. Een tweede reden dat files de omvang daarvan onzeker zijn, is informatie- en communicatietechnologie. We hebben nu met corona des te meer gezien dat het voor veel mensen best te doen is om niet met de auto op pad te gaan en al helemaal niet in de spits, omdat ze bijvoorbeeld thuiswerken, telewerken, afspraken online doen. Bij ons, wij geven bijvoorbeeld ook veel colleges online op de Technische Universiteit Delft en andere universiteiten. ICT kan maken dat de druk op files vermindert. Verder vergrijst Nederland, zoals heel veel westerse landen. En dat betekent dat een kleiner deel van de mensen
voor werkredenen op pad gaat. En, daar kom ik straks nog op terug, misschien dat corona ook de druk op files gaat doen verminderen op lange termijn. Overigens, veel mensen denken dat files killing zijn voor de waarde van vastgoed. Maar dat is zwaar overschat. Een jaar of 15 geleden is er eens een studie gedaan onder werkgevers die zaten in kantoren aan het einde van de A12 in Den Haag. Het idee was, als er ergens fileproblemen zijn en nadelen voor werkgelegenheid, dan is het daar wel. En die onderzoekers die waren helemaal onthutst toen bleek dat die werkgevers zeiden, ja, die files zijn wel een probleem, die staan er elke dag, maar voor mij hoef je ze niet op te lossen, want mensen komen voordat de files ontstaan en ze gaan pas naar huis als ze weg zijn, dus ik heb veel gratis werkuren. Met andere woorden, voor werkgevers is het niet altijd zo'n ramp als er files staan. Voor de werknemers natuurlijk wel, maar voor de werkgever niet. En dat zien we bijvoorbeeld ook in London City. De huren die je daar per vierkante meter betaalt voor kantoren, die is ongelooflijk veel hoger dan zelfs rond de M25, de ringweg rondom Londen. Dus ondanks het feit dat het verkeer niet goed doorrijdt in London City en vaak zelfs vaststaat, zien we dat de vastgoedprijzen daar veel hoger zijn dan zelfs elders in dezelfde regio in Londen. Volgens mij is de grootste uitdaging voor steden de trade-off tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Natuurlijk, bereikbaarheid is superbelangrijk, maar leefbaarheid is dat ook. We zien dat steden die zeer gewaardeerd worden vanwege hun leefbaarheid, ze ook heel erg populair zijn, zowel als het gaat om kantoorwerkgelegenheid als wanneer het gaat om woningen. Met andere woorden, je moet ook zeker zorgen als stad dat je stad of je woonwijk prettig is. En het gaat niet alleen om de bereikbaarheid. De uitweg voor de spanning tussen leefbaarheid en bereikbaarheid is in Nederland juist ook vaak de fiets. Vandaar de afbeelding die ik net liet zien. Met de fiets zijn heel veel activiteiten bereikbaar. In steden is de snelheid van de fiets van deur tot deur vaak vergelijkbaar met die van de auto en het openbaar vervoer. En de impact op de leefbaarheid van de fiets is natuurlijk vele malen minder dan de invloed van de auto op leefbaarheid. Dan de trein. Natuurlijk zien we dat tot de uitbraak van corona treinen steeds voller waren. En de roep om meer treinen, meer sporen, grotere stations is heel groot. De standaardreactie is, laten we die capaciteit maar uitbreiden, want het is goed voor de bereikbaarheid en uiteindelijk ook goed voor de waarde van vastgoed. Bijvoorbeeld de waarde van kantoren in centrale stedelijke gebieden, zoals bijvoorbeeld Utrecht Centraal of de Zuidas in Amsterdam. Maar is dat wel verstandig? De trein kent een korte, maar hevige spits. Dat betekent dat als je de treincapaciteit afstemt op die korte spits, dat dat gruwelijk duur is voor maar relatief weinig reizigers. Het is veel beter om de bereikbaarheid van de trein te verbeteren door de spits wat duurder te maken en de dalperiode wat goedkoper. Dan kan je hele dure investeringen in treininfrastructuur voorkomen en is de kans dat je kan zitten in de trein toch nog behoorlijk op peil. Uit een aantal studies blijkt overigens dat de bereikbaarheid per trein wel degelijk invloed heeft op vastgoedwaarde. Die invloed is niet heel groot, maar die is wel degelijk aanwezig. Als kantoren goed bereikbaar zijn per trein, zijn ze meer gewild en is de vierkante meterprijs daarvan gemiddeld genomen hoger. Wij zijn nu een kwartier ongeveer bezig. Dat betekent dat er nu tijd is voor het beantwoorden van enkele vragen. Ik kijk even naar Rolien of er vragen binnengekomen zijn. Ja, ik zie al één vraag. Bij de berekening van de kosten van files, veiligheid en milieu, hoe zijn deze kosten berekend? Alleen kosten van de overheid of ook kosten van verloren inkomsten, bijvoorbeeld vastzitten in de files? Een volledig terechte vraag. Hier is veel verwarring over. In die berekening zit alles wat mensen waarderen. Dus niet alleen de kosten voor de overheid en ook niet alleen de kosten die tot uitdrukking komen in het bruto nationaal product van Nederland. Wat daar bijvoorbeeld ook in zit, is dat iemand die vanuit zijn kantoor in Bilthoven van Sweco naar huis wil rijden naar bijvoorbeeld Gouda en die dan op de terugweg vaststaat in de files, dat hij er langer over doet. Die persoon is bijvoorbeeld een kwartier langer onderweg en die zou er best bijvoorbeeld €3 voor over hebben als hij niet in de file zou staan. Ook dat effect zit in die sommetjes. Alles wat mensen waarderen.
Er zit bijvoorbeeld ook in dat huizen minder waard zijn als er meer geluidhinder is. Daar zit ook in dat CO2 wordt uitgestoten en we vinden het met z'n allen beter dat het klimaat niet te veel verandert. Ook de immateriële kosten van ongevallen zitten daarin. Het menselijk leed wat ontstaat doordat mensen bijvoorbeeld blijvend gehandicapt zijn of een dierbare verliezen. Dus dat is een hele ruime berekening waar alles in zit wat mensen waarderen. Ik krijg nog een vraag. Wat denkt u van de kosten van straatparkeren? Het inleveren van verblijfsruimte. Ook een zeer terechte vraag. Er zit in Nederland heel veel kapitaal in parkeren in openbare ruimte. Ik heb geen hele recente berekening gezien. Er was een jaar of 20 geleden een berekening gemaakt. En daar bleek uit dat we 50 miljard toen nog gulden hadden zitten in de kosten van alle parkeergelegenheid. Natuurlijk betaal je wel motorrijtuigenbelasting voor een auto. Maar dat maakt eigenlijk niet uit of je je auto vervolgens op eigen terrein parkeert of op openbaar terrein. Met moderne technologie zouden we prima kunnen belonen dat mensen de auto niet op openbaar terrein parkeren. Ik woon zelf in een jaren 30 wijk. Alle drie mijn auto's staan op eigen terrein. Maar de meeste mensen die zetten hun auto gewoon op straat. Zelfs al kunnen ze die auto prima naast het huis zetten. Het nadeel is dat kinderen niet kunnen spelen op straat waar die auto's staan. Ik denk dat een slechts kleine prijsprikkel al voldoende zou zijn voor veel van mijn straatgenoten om de auto op eigen terrein te parkeren. Bijvoorbeeld 1 of enkele euro's per nacht. Ik zou zeggen, met moderne technologie zouden we goed moeten nadenken over de vraag of we het niet zouden moeten stimuleren dat mensen de auto niet op openbaar terrein zetten, met name als ze een goed alternatief hebben. Dat kan natuurlijk niet overaan, al als je in een flat woont of een appartementencomplex heb je geen andere keuze dan je auto op openbaar terrein neer te zetten. Maar op een aantal plekken zijn er best andere mogelijkheden. Ik zie nog een vraag. Wat verstaat u onder leefbaarheid in relatie tot bereikbaarheid? Een terechte vraag, omdat leefbaarheid ook wordt beïnvloed door bereikbaarheid. Er zit overlap in. Mensen vinden het prettig als ze wonen op een plek waar ze makkelijk kunnen lopen, goed met de fiets overal kunnen komen. Misschien ook per auto of per openbaar vervoer. Dus een goede bereikbaarheid is goed voor de leefbaarheid. Als ik het heb over de spanning tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, bedoel ik alle andere aspecten van leefbaarheid. En niet alleen traditionele milieuindicatoren als geluidhinder en luchtverontreiniging. Ik bedoel daar ook mee het feit dat mensen het prettig vinden om op straat te lopen, om daar te fietsen, dat er een mooie omgeving is, dat die groen is, dat er terrasjes staan, dat het levendig is, dat ze ook andere mensen zien en niet alleen voertuigen. Dat blijkt ook van belang te zijn. Mensen zien liever andere mensen dan dat ze mensen in auto's zien. Al die dingen die maken dat wij de gebouwde omgeving waarderen, dat versta ik onder leefbaarheid. En bereikbaarheid gaat dus om het gemak waarmee je met verschillende vervoerwijzen op verschillende plekken kan komen. Zijn er nog meer vragen? Ik zie dat ik door kan gaan. Mijn zesde stelling is dat het terugdringen van de rol van de auto in steden zelden de economie schaadt. Er is een groot misverstand onder met name mensen in de vastgoedsector, maar ook mensen specifiek die winkels exploiteren, die denken no parking, no business. Met andere woorden, mensen moeten met de auto goed bij mijn winkel kunnen komen, zo niet dan gaat het ten koste van mijn omzet. Uit het promotieonderzoek van Giuliano Mingardo van de Erasmus Universiteit blijkt dat dat gewoon niet waar is. De mate waarin je kan parkeren heeft bijna geen invloed op de omzet en winstgevendheid van winkels. De enige uitzondering zijn enkele suburbane winkelcentra die onderling concurreren om mensen die van buiten de stad moeten komen met de auto. Binnen het overgrote deel van de situaties leidt het beperken van parkeergelegenheid niet tot lagere omzet. Natuurlijk zijn er wel mensen die dan niet met de auto naar die winkel kunnen komen, maar er zijn andere mensen die die winkels, of beter gezegd dat winkelcentrum, juist prettiger vinden omdat er niet overal auto's staan. En die gaan daardoor weer vaker winkelen. We hebben niet voor niets de term fun shoppen. Sommige mensen vinden het prettig om te winkelen en doen dat graag in een autoluwe omgeving. We zien bijvoorbeeld ook dat wijken waar de rol van de auto wordt teruggedrongen heel populair zijn. Een voorbeeld dicht bij het hoofdkantoor van Sweco in de Bild is Utrecht Witte Vrouwen.
Daar moet je een parkeervergunning hebben. Je krijgt sowieso maar een parkeervergunning voor één auto. Als je meer auto's wilt hebben, is het je eigen probleem. Dan zit je maar buiten de wijk neer of je koopt maar een garagebox. En toch zie je dat die wijk razend populair is en de huizenprijzen daar harder zijn gestegen dan het landelijk gemiddelde. Met andere woorden, mensen vinden het misschien wel jammer dat ze zelf niet twee auto's voor de deur kunnen zetten, maar ze zijn er wel blij mee dat hun buren dat niet kunnen, want dat maakt de wijk wel veel leefbaarder. Een verschuiving van de auto naar de fiets of lopen in het openbaar vervoer is over de hele linie best wel goed voor de economie. Maar je moet wel voorzichtig zijn, dat geldt niet overal. Er zullen best woonwijken zijn waar mensen wonen die erg graag naar de auto voor de deur zitten. Bijvoorbeeld wat verder van het centrum. Dus je kan niet zeggen, doe ik overal die parkeerplekken maar op. Maar over de hele linie zie je dat die verschuiving best wel goed is voor de economie. Voor vastgoed is een lastig punt dat je moet kijken naar de verhoudingen tussen vraag en aanbod en dat er grote ruimtelijke verschillen zijn. Als je in Utrecht Witte Vrouwen woont, accepteer je dat je niet twee auto's voor de deur kan zetten of misschien zelfs die ene auto niet meer gebruikt. Want je kan heel veel bestemmingen prima bereiken met de fiets of lopend of met het openbaar vervoer. Maar als je aan de westkant van Utrecht Leidse Rijn woont, dan wordt dat veel lastiger. Dus je kan me heel goed voorstellen dat je op dat soort plekken wel meer parkeerplekken voor auto's aanlegt. Het is dus heel verstandig om per gebied te kijken naar de verhoudingen tussen de vraag naar woningen van specifieke soorten huishoudens en het aanbod van woningen en wat er dan vervolgens aan parkeergelegenheid en overigens ook aan fietsinfrastructuur en openbaar vervoer nodig is. Mijn zevende stelling is dat je in dichtbevolkte stedelijke gebieden meer zou moeten inzetten op autodelen. Utrecht-Merwede is daar een goed voorbeeld van. Daar zijn maar heel weinig parkeerplekken beschikbaar straks. En autodelen is daarvoor de oplossing, zodat mensen die daar wonen nog steeds de mogelijkheid hebben om met een auto naar verschillende bestemmingen te rijden. Voor de vastgoedsector is natuurlijk een groot pluspunt dat elke vierkante meter die je gebruikt voor parkeren, dat je daar geen woningen of kantoren of iets anders neer kan zetten, winkels bijvoorbeeld. Met andere woorden, je kan meer vierkante meters gebruiken. Bovendien, als er minder auto's staan, worden die gebieden ook veel leefbaarder. Mensen vinden dat prettiger om daar te wonen. En dat betekent dat wij dus in de toekomst waarschijnlijk veel minder auto's, op veel minder parkeerplekken althans, toe gaan staan in centrale stedelijke gebieden waar we in gaan bereiden. Waar we binnen de bestaande contouren meer woningen, vaak appartementen, maar niet alleen appartementen, gaan bouwen. Mijn achtste stelling, en dat is misschien wel de belangrijkste voor een ieder die zich met beleid bezighoudt. Voor controversiële maatregelen geldt, the pain is in the change, niet in de uitkomst. En met controversiële maatregelen bedoel ik vooral maatregelen waarbij de rol van de auto wordt beperkt. Die zijn ontzettend moeilijk om in te voeren, maar als we ze hebben ingevoerd, zijn mensen daar achteraf vaak veel positiever over dan wat ze van tevoren dachten. Voorbeelden zijn beperkingen aan het parkeren met de auto, prijsbeleid, zoals tolsystemen in Noorwegen of het congestion charge systeem in Londen, en het minder beschikbaar stellen van infrastructuur voor auto's. In de slide die ik net liet zien, zie je aan de linkerkant Neuden in Utrecht, zoals dat was toen het nog eigenlijk niet veel meer dan een ordinaire parkeerplek was, en nu zoals het nu is. Sinds enkele decennia is het een mooi plein geworden. Het omtoveren van Neuden van een parkeerplek naar een mooi stedelijk plein riep heel veel weerstand op. Van de horeca, van de winkels, van bewoners. Ik denk dat als je nu teruggaat naar diezelfde mensen, voor zover ze daar nog een winkel exploiteren of wonen, en je zou vragen, zullen we de boel weer terugbouwen naar hoe het vroeger was, een grote parkeerplek, dat ze denken, waar is de verborgen camera? Dat kan geen serieus voorstel zijn, want iedereen is toch blij met de situatie zoals het nu is. Toch was het heel moeilijk om dat in te voeren. En dat betekent dat je vaak goede bestuurders nodig hebt met een juiste visie die dat goed kunnen communiceren, die duidelijk zullen maken, nu lijkt het een vervelende maatregel, maar als we het eenmaal hebben ingevoerd, zullen heel veel mensen daar blij mee zijn. Mijn negende stelling is, heel veel van wat ik zeg is al 50 jaar zichtbaar, maar het gaat verschrikkelijk langzaam.
Hier ziet u de Catharijnensingel in Utrecht. Die is een kleine 50 jaar geleden is die gracht omgetoverd naar een stedelijke autosnelweg. Al heel snel daarna hadden steden vaak spijt van dit soort maatregelen. David Bannister beschrijft in zijn boek Transport Planning hoe tussen 1967 en 1973 allerlei van dit soort plannen nog wel waren voorgesteld, maar in de bureauladers verdwenen en niet meer werden geïmplementeerd, omdat steden erachter kwamen dat het een heilloze weg was om ruim baan te geven aan de auto en die ongebreidelde groei van autobezit en autogebruik om te zetten in steeds meer auto-infrastructuur, want de steden zouden er onleefbaar van worden en heel onprettig. Al 50 jaar geleden is gezegd, we moeten beperkingen stellen aan de groei van autobezit en autogebruik, omdat dat veel beter is voor de stad. Toch heeft het 50 jaar geduurd voordat wij van de Catharijnensingel weer een mooie stedelijke waterweg hebben gemaakt en een mooie omgeving om daar te verblijven. Ik denk dat heel veel mensen het nu prachtig vinden. Er komen al mensen naartoe om juist te kijken hoe is het nu geworden nu de grachtenring weer compleet is. We weten vaak wel wat we willen, maar het duurt vaak ontzettend lang voordat wij beleid kunnen implementeren. Mijn tiende en laatste stelling voor de pauze is luchtverontreiniging. Allerlei keuzes daarover zijn gebaseerd op normen en niet op een afweging van de voor- en nadelen. We hebben normen voor bijvoorbeeld fijnstof van 40 microgram per kubieke meter. En ik heb steden gezien met kaarten. Groen is onder de norm, rood is boven de norm. En alle beleid was erop gericht hoe zorgen we dat we onder de norm komen. Maar ook onder de 40 microgram per kubieke meter is er flinke gezondheidsschade. 30 is echt veel beter dan 39 en 20 is nog veel beter. Economen vinden dat je vaak veel beter een afweging kan maken. Wat is de gezondheidswinst van lagere concentraties en wat zijn daarvan de nadelen? En dan zou het wel eens verstandig kunnen zijn om niet te mikken op het precies halen van de norm, maar ook om daar verder onder te gaan zitten. In Nederland en in Europa vinden de Amerikanen, zijn wij ontzettend slap. Zij verbazen ons vaak als ik vakbroeders en zusters spreek over dit onderwerp. En die zeggen, jullie kijken alleen maar naar normen en die autofabrikanten die gesjoemeld hebben, die komen overal mee weg. In Amerika moeten ze vele miljarden euro's betalen en in Europa gebeurt er eigenlijk maar niks. En die zeggen, jullie zouden veel strenger moeten zijn als het om luchtverontreiniging gaat en het naleven van de normen daarvan. En liefst zouden jullie nog onder die normen door moeten schieten. Je zou onder die normen uit moeten komen. Voor de vastgoedsector is denk ik het grootste probleem de onzekerheid. Allerlei procedurele problemen van voldoe ik wel of niet aan de norm, wat mag er wel, wat mag er niet. En ik denk dat duidelijkheid over wat er wel of niet mag in een vroeg stadium belangrijker is dan de beperkingen van je mag nou eenmaal niet heel dicht bij een snelweg bouwen omdat daar de concentraties schadelijke stoffen te laag zijn. Dan kunnen we beter op andere plekken bouwen. Als het maar duidelijk is waar het wel en niet mag. We zijn weer bijna een kwartier verder. Er zijn vragen binnengekomen. Dankjewel, Rolien. Ik zie de vraag, wat mag leverbaarheid kosten als dat betekent dat bereikbaarheid alleen nog wordt geboden door gemeenschappelijk vervoer? Ik denk dat met gemeenschappelijk vervoer openbaar vervoer wordt bedoeld. En dan zou ik zeggen, in de Nederlandse situatie is het een illusie dat we alleen nog maar gemeenschappelijk vervoer zullen hebben. Lopen en fiets zijn in de steden vaak veel belangrijker dan het openbaar vervoer. En als met gemeenschappelijk vervoer ook autodelen wordt bedoeld. Autodelen is natuurlijk wel een alternatief voor autobezit. Maar het gros van de mensen die niet meer met de auto ergens rondrijden in de stad, zullen dat doen met de fiets of eventueel lopend, met name in de centrale delen en niet zozeer met het openbaar vervoer. Overigens, het kan zijn dat als je de autobereikbaarheid te zeer aantast, dat het ten koste gaat van de leefbaarheid. De mate waarin hangt heel erg van de wijk af van waar je zit. In het centrum is die prijs veel lager dan in buitenwijken. Economen vinden dat je het beste kan proberen om die kosten en baten expliciet in kaart te brengen en in euro's uit te drukken. En dan kom je bij een zogenoemde kosten-batenanalyse uit. En zo'n instrument kan vertellen waar het optimum ligt. Hoeveel lager kan de autobereikbaarheid zijn ten gunste van de leefbaarheid, totdat je het optimum bereikt.
En nog verder doorschieten is dan volgens dat soort sommetjes onverstandig. En het optimum hangt dus af van de wijk van de stad waar je zit. Hoe dichter bij het centrum of in het centrum, hoe meer je de rol van de auto zou moeten terugdringen. En hoe verder daarbuiten, hoe minder je dat zou moeten doen. Ik zie nog een vraag. Zijn er goede voorbeelden om de misvatting van no parking, no business weg te nemen? Jazeker. In het proefschrift van Giuliano Mingaro heeft hij naar heel veel voorbeelden in Nederland gekeken. Je ziet bijvoorbeeld dat centrale stedelijke gebieden waar de rol van de auto is teruggedrongen, dat het daar aantrekkelijker vaak is geworden om te gaan winkelen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke steden daar goede voorbeelden van zijn, maar ik zou verwachten dat steden als Groningen, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Leiden, dat dat allemaal voorbeelden zijn waarvoor geldt dat de rol van de auto is teruggedrongen, terwijl de omzet van die winkels daar niet is achtergebleven bij wat het geval is bij vergelijkbare steden die de rol van de auto minder hebben teruggedrongen. Is er volgens u een toekomst voor vliegende e-taxis? Persoonlijk denk ik van niet. De meningen daarover zijn verdeeld. Ik denk dat we dat niet gaan pikken. Om een aantal redenen niet. Ten eerste denk ik dat we het onprettig vinden als het luchtruim vergeven wordt van allerlei vliegende objecten. Ook al zijn dat taxis en geen privévliegtuigjes. Ik snap dat er e-taxis is genoemd omdat luchtverontreiniging dan minder een rol speelt en geluidhinder. Natuurlijk is een stille vliegende taxi beter dan eentje die herrie maakt. Dan komt er nog eens een geluidhinderprobleem bij. Ik denk ook dat er maar één of enkele keren eentje hoeft neer te storten. En het maatschappelijke debat kantelt volledig. En mensen zullen zeggen dat willen wij niet. Er zit ook nog een soort wat veel mensen een eerlijkheidsprobleem noemen. Een handjevol relatief rijke mensen kunnen zich dit veroorloven. En de prijs wordt betaald door de rest van de stedelijke bevolking die last heeft van die taxis. En je ziet dat fairness, equity, eerlijkheid, dat sinds een decennium sterk opkomende thema's zijn in de internationale wetenschappelijke literatuur en ook in beleid. En in toenemende mate vragen mensen die dit soort beslissingen moeten nemen zich af, vinden we dit wel eerlijk? En ik denk dat de eerlijkheidseffecten ook een showstopper voor dit soort innovaties zullen zijn, zeker in de Nederlandse context. Hoe voorkom je dat de witte vrouwenauto's in wijken terechtkomen zonder parkeerregulering, met alle gevolgen voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en vastgoedwaarde van die parkeerwijken? Ook een volledig terechte vraag. Wat je vaak ziet is dat als er in een stad betaald parkeren wordt ingevoerd of het aantal parkeerplekken wordt teruggedrongen, dat die auto's voor een deel verschuiven naar de gebieden daaromheen. Vervolgens zie je dat ook die gebieden vragen, kunnen wij geen vergunningen parkeren krijgen, want anders zitten wij met de auto's opgescheept van de aangrenzende wijken die beperkingen hebben. En zo zie je dat er vaak steeds meer een uitbreiding plaatsvindt van het centrum naar de wijken daar rondomheen. Juist om dit effect te voorkomen. Dus de beste oplossing is om te kijken of je in de omringende wijken ook beperkingen kan invoeren voor parkeren, om te voorkomen dat de bewoners daar de rekening betalen voor beperkingen van wijken zoals witte vrouwen. We zien overigens wel dat er een maximum is aan de vraag hoeveel mensen nog willen lopen om die auto te kunnen bereiken. Veel mensen zullen niet graag 2 kilometer gaan lopen vanaf de plek waar de auto staat om vervolgens naar hun woning te lopen. En ik denk dat voor veel mensen 1 kilometer al veel te veel is. Dus er is wel een grens aan die bereidheid van mensen om de auto verder van hun woning te parkeren. Wordt corona de gamechanger om ontwikkelingen nu wel sneller te laten gaan? Wie moet welke rol pakken? In de internationale literatuur zie je dat er één onderwerp sterk naar voren komt. En dat is dat corona een gamechanger is voor allerlei steden die iets met de fiets willen. Er zijn veel steden die al plannen hadden voor fietsbeleid, maar die dachten dat gaat ons nog heel veel jaren kosten voordat we die kunnen implementeren. En je ziet dat ze corona aangrijpen om die plannen versneld uit te voeren. Ze worden vaak verkocht als een oplossing om de stad bereikbaar te houden. Ook al kunnen mensen minder makkelijk met het openbaar vervoer reizen. En dat kunnen ze dan beter met de fiets, want dan is het besmettingsrisico minder. Maar eigenlijk wordt corona als een soort gelegenheidsargument gebruikt voor plannen die toch al op de tekentafel lagen en nu versneld worden ingevoerd. En natuurlijk hebben die steden wel gelijk. Ik verwacht dat dat zeer aannemelijk is dat je meer mensen in de stad
allerlei bestemmingen kan laten bereiken als ze met de fiets reizen of lopend, dan wanneer ze met de bus gaan als daar maar 1 op de 4 of 5 stoelen bezet kan worden. Overigens voeren we op dit moment onderzoek uit om te kijken of dit ook echt klopt. Dus de resultaten weet ik nog niet, maar ik verwacht dat lopen en fietsen een prima alternatief zijn voor de beperkte capaciteit nu onder corona. Ik kom straks thuis nog terug op corona. Dit waren de vragen. Dan gaan we nu verder met het volgende blok. Zijn er blijvende effecten van corona op ons mobiliteitsgedrag? De onderzoeksresultaten tot nu toe geven een gevarieerd beeld. Wekelijks krijg ik alerts, zoals dat heet, van wetenschappelijke tijdschriften, waarin staat dat er weer nieuw onderzoek is gedaan naar corona en de effecten die dat heeft op ons activiteitenpatroon, op ons mobiliteitspatroon en misschien ook op de lange termijn. De resultaten die geven een behoorlijk gevarieerd beeld. In China zijn enkele studies verschenen waaruit blijkt dat na de lockdown de mobiliteit op een hoger niveau terechtkwam dan voor de lockdown. En die onderzoekers zeggen, er is dus geen lange termijn effect. Persoonlijk lijkt mij dat een beetje een linker uitspraak, omdat ik verwacht dat er een soort inhaaleffect ontstaat. Als je maanden niet hebt kunnen reizen of slechts mondjesmaat, ga je misschien je zieke schoonmoeder opzoeken onmiddellijk nadat dat weer wel kan. En dat betekent dat de piek onmiddellijk na de lockdown misschien niet zo representatief is voor de vraag wat er op wat langere termijn gebeurt. Maar er zijn dus studies die suggereren dat mensen al snel weer overgaan tot business as usual. In Nederland is er onderzoek uitgevoerd door het KIM, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het KIM verwacht blijvende effecten, gebaseerd op wat mensen zelf zeggen dat ze op lange termijn gaan doen. Bij de trein zou er een daling zijn van zo'n 3 tot 15%. Bus, tram, metro 1 tot 27%. Veel mensen geven aan dat ze meer online gaan doen. En dat zou mogelijk leiden tot een kleine 10% minder gebruik van de trein in de spits. En een 7% minder gebruik van bus, tram, metro in de spits. Dus veel mensen denken zelf dat er een lange termijn effect is van corona op hun activiteitenpatroon en hun mobiliteitsgedrag. Maar er zit een grote adder onder het gras. Dit soort onderzoek noemen we in jargon stated preference onderzoek. Dat zijn onderzoeken van het type wat zou u doen als? We weten dat dit soort onderzoek niet zo geschikt is om kwantitatieve marktaandelen vast te stellen. Als wij nu mensen gaan vragen wat zou u doen als er een hyperloop wordt aangelegd van Amsterdam naar Parijs, Londen en Berlijn, en je zou hem daarna aanleggen, dan blijkt dat die voorspellende waarde van dat soort modellen vrij laag is. Wat je daar wel goed uit kan afleiden is welke factoren van belang zijn voor de vraag of mensen zo'n hyperloop gaan gebruiken, of in dit geval welke factoren van belang zijn voor de vraag of mensen hun gedrag gaan aanpassen als corona voorbij is en ze weer op dezelfde manier om kunnen gaan met hun medemensen, geen 1,5 meter meer, et cetera, als wat vroeger het geval was. Met andere woorden, die onderzoeken die ik net noemde, die zijn een beetje zacht. Die zijn niet zo heel hard als het gaat om de kwantitatieve effecten voor de lange termijn van wat er gebeurt als de coronabeperkingen worden opgeheven. Een ander KIM-onderzoek laat overigens zien dat mensen behoorlijk positief zijn over thuiswerken. Van degenen die dat doen in de coronaperiode is 55 tot 70% best wel positief daarover. En van Rolien kreeg ik ook een onderzoek van Sweco. Onderzoek in 5 landen waar Sweco actief is. En ook daar zie je dus dat mensen, net als bij het KIM-onderzoek, minder gaan reizen en meer aan videoconferencing doen. En er zijn dus best wel indicaties voor het feit dat vooralsnog corona invloed heeft op wat wij doen. En dat mensen daar ook wel best positief over zijn. Het blijft dus moeilijk om nu op basis van dit soort onderzoeken harde conclusies te trekken. Wat bruikbaar is, is om te reflecteren op de effecten van corona op basis van theorieën. Een hele krachtige theorie is de theorie van constante reistijdbudgetten. Die zegt dat als je maar een grote groep mensen neemt, bijvoorbeeld alle Nederlanders, dat wij gemiddeld 60 tot 75 minuten per persoon besteden aan verplaatsingen. Dat doen we nu, maar dat deden we ook 10 of 50 jaar geleden. En dat doen we in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, Zimbabwe, Japan of Korea of waar dan ook waar onderzoek wordt uitgevoerd. En dat betekent dat alle onderzoekers die suggereren dat we na corona
gewoon minder tijd zouden gaan besteden aan reizen, die wantrouw ik. Ik verwacht dat wij evenveel tijd gaan blijven besteden aan alle mobiliteit, maar misschien wel minder aan woon-werkverkeer, omdat wij bijvoorbeeld vaker thuis werken en dan misschien vaker 's avonds nog ergens op visite gaan of op een terrasje in de stad een kop koffie gaan drinken. Met andere woorden, corona zal mogelijk wel ons mobiliteitsgedrag beïnvloeden in de termen van aantallen trips, aantallen kilometers, maar niet in de totale tijd die we besteden aan mobiliteit. Als mensen dan bijvoorbeeld minder vaak naar hun kantoor moeten, dan accepteren ze weer een woning verder van hun werk of een baan verder van hun woning. Dan gaan ze minder vaak, maar wel per keer verder. En zo blijven ze toch evenveel tijd aan mobiliteit besteden. Overigens geldt die constante voor alle verplaatsingen, niet alleen voor woon-werkverkeer. Daar is veel misverstand over. Een andere krachtige theorie is de psychologische theorie van gewoontegedrag. En die theorie zegt dat mobiliteitsgedrag voor een groot gedeelte gewoontegedrag is. We doen dingen omdat we ze altijd zo doen. De meeste mensen stappen elke ochtend op de fiets of in de auto en gaan naar hun werk en gaan zich niet afvragen: is dit nu voor vandaag wel weer de beste keuze? Er is weinig onderzoek naar gedaan, maar het schaarse onderzoek wat daarnaar is uitgevoerd suggereert dat we na één of enkele maanden een nieuwe gewoonte aanleren. De huidige coronacrisis duurt al zo lang dat mensen dus al ruimschoots voldoende ervaring hebben met alternatieven en misschien dat het huidige gedrag van mensen, waarbij ze minder vaak op pad gaan voor werk, het nieuwe gewoontegedrag van mensen is geworden. En we kunnen dus best verwachten dat er op lange termijn nieuwe gewoontes zijn ontwikkeld, van bijvoorbeeld thuiswerken of telewerken, die blijvende effecten hebben. We weten ook uit onderzoek dat de vervoerwijzekeuze van mensen, de modaliteitskeuze, verandert bij wat wij noemen live events. Als mensen verhuizen, van baan veranderen, de kinderen het huis uitgaan, stoppen met werken, dan gaan ze vaak zich heroriënteren op de wijze waarop ze zich verplaatsen. En dat gewoontegedrag moet je dus doorbreken. De lockdown heeft ons gewoontegedrag doorbroken en vanuit de theorie van gewoontegedrag mogen we lange termijn effecten verwachten. Een andere belangrijke theorie en een heel veel gebruikte theorie op transportgebied, een psychologische theorie, is de Theory of Planned Behavior. Dit schema geeft weer hoe die theorie in elkaar zit. Ons gedrag hangt af van onze intenties en onze intenties hangen af van onze attitudes, van de subjectieve norm en van de mate waarin we denken grip te hebben op ons verplaatsingsgedrag. Met die subjectieve norm bedoelen we bijvoorbeeld dat sommige werkgevers het not done vinden dat je overal met de auto naartoe gaat. Of omgekeerd, dat een aannemer denkt, ja, als ik met de fiets de offerte kom brengen, dan denken mensen van dit is niet serieus te nemen. Die theorie heeft een groot nadeel en dat is dat het gedrag geen invloed heeft op de attitudes. Om dat probleem te ondervangen hebben in 1993 Eagley en Chaiken een theorie ontwikkeld die heel simpel is en die zeggen attitudes veranderen door cognitieve aspecten, door wat we allemaal weten, door affectieve aspecten, door wat het ons emotioneel brengt en door de gedragsaspecten. Waar hebben we ervaring mee? Die theorie heb ik met Jonas de Vos en Kees Maat, twee vakbroeders van de Universiteit Gent toen nog, Jonas werkt nu in Engeland, en Kees Maat van de TU Delft, hebben die theorie tegen het licht gehouden en flink uitgebreid. En daar is het volgende schema door ontstaan. In dat schema zien we dat er triggers zijn die maken dat wij meer weten, dat wij anders denken over zaken en dat we ons gedrag aanpassen. Wij denken dat corona een trigger kan zijn die maakt dat wij meer weten. We kennen meer software om bijvoorbeeld thuis te werken en zijn daar positiever over geworden. Dat we ons gedrag hebben aangepast, we hebben ermee leren werken waardoor we misschien anders erover denken en misschien vinden we het ook best wel prettig om rustig thuis te werken en dat is die affectieve dimensie. Dit schema is ook een schema wat een onderbouwing geeft voor het feit dat corona wel eens wat lange termijn effecten zou kunnen hebben omdat onze attitudes gaan veranderen. Dus de lockdown zorgt mogelijk voor andere attitudes zoals dit plaatje weergeeft. Meer lopen. Dit is trouwens een plaatje met een volledige lockdown, waarbij mensen überhaupt niet op pad konden. En hier was dus de attitude voor online werken beïnvloed door de lockdown.
Wat ook een rol speelt, is dat door corona het aanbod van informatie- en communicatietechnologie sterk wordt verbeterd. Je ziet dat dat een grote groeimarkt is. De hele gangbare nutstheorie van economen suggereert dat mensen een afweging maken tussen voor- en nadelen. Dus de keuze om thuis te werken of tele te werken hangt af van hoe prettig vinden we thuiswerken, hoe makkelijk gaat dat, wat kost het reizen, hoeveel tijd en hoeveel geld. En als de thuiswerken beter, aantrekkelijker, sneller wordt door meer ICT-diensten, gaat de balans mogelijk omslaan voor een aantal mensen waarbij ze meer online gaan doen. Naast theorie is natuurlijk ook empirisch onderzoek van belang. Mijn collega Sander van Kranenburg heeft in het kader van zijn promotieonderzoek literatuuronderzoek gedaan naar lange termijn effecten van grote schoksgewijze veranderingen, zoals 9/11 en de eerste oliecrisis. Uit dat onderzoek bleek overigens dat de lange termijn effecten heel beperkt waren, afhankelijk van hoe je die uitdrukte, bijvoorbeeld aantal kilometers of aandeel autogebruik, waren die bijna altijd minder dan 10%. Dus we moeten wel een beetje voorzichtig zijn met al te veel optimisme over de vraag of corona op lange termijn hele grote veranderingen gaat hebben. Ik heb weer wat tijd voor vragen ingeruimd. Ik zie dat er een vraag is. NAC corona, ik weet niet wat NAC betekent, misschien is dat niet nodig. Ik zie een nieuwe spanning tussen ruimte voor de bakfiets en ruimte voor de voetgangers. Hoe kijk je daar tegenaan? Terechte vraag. Wetenschappelijke literatuur geeft daar nog niet zo goed antwoord op, maar er is al wel in toenemende mate gerapporteerd dat er binnen de ruimte voor fiets en voetgangers er een toenemende spanning is. In Amsterdam speelt dat bijvoorbeeld ook. En daar is besloten om bijvoorbeeld de voetganger wat meer ruimte te geven en de fiets wat meer naar de rijbaan te verbannen. Klinkt oneerbiedig, want dat is misschien helemaal zo gek nog niet voor die fietsers. Er is zeker in drukke gebieden een spanning tussen fiets en bakfiets aan de ene kant en voetgangers. En binnen de categorie fiets neemt de spanning ook toe door de grotere mate van verschillende soorten fietsen die we hebben. We hebben gewone fietsen, racefietsen, e-bikes, speedpedelecs als hele snelle variant en bakfietsen. En die rijden elkaar soms ook letterlijk en figuurlijk in de wielen. Een oplossing daarvoor kan zijn om wat meer ruimte te geven aan de verschillende vormen van fietsen door bijvoorbeeld een rijstrook van de auto weg te halen of te versmallen of eenrichtingsverkeer voor de auto in te voeren, maar niet voor de fiets. Op die manier zou je misschien de problemen die ontstaan tussen voetgangers en fietsers wat kunnen verminderen. Hoe sta je ten opzichte van de verplichting tot abonnementen voor autodelen in nieuwe herontwikkelingen? Mij lijkt het niet verstandig om mensen te verplichten een abonnement te nemen. Je mag natuurlijk prima met het openbaar vervoer met de fiets of lopen. Ik denk dat het niet zozeer moet zijn, gij zult autodelen. Ik denk dat het meer omgekeerd is. Als je hier gaat wonen, dan kiezen we voor een autoluwe inrichting die aantrekkelijk is. Als je dat niet wilt, moet je hier niet komen wonen. Dan kan je beter naar een andere wijk gaan. Maar diegenen die dat wel waarderen, zijn van harte welkom. En om ze toch een bepaald niveau van bereikbaarheid te geven, is het verstandig dat er goede arrangementen zijn voor deelauto's. Dan hebben ze weliswaar niet de eigen auto, maar hebben ze wel de mogelijkheid om met de auto ergens naartoe te gaan. En iemand die dan elke dag van hot naar her rijdt, woon-werkverkeer zakelijk en zijn eigen auto nodig heeft, ja, dat lijkt me dan iemand die beter niet in zo'n wijk kan gaan wonen. En die heeft daar zeker een nadeel van. Aan de andere kant heeft Nederland volop wijken waar je nog wel je auto voor de deur kan zetten. Dus dit wordt pas een probleem als er veel minder aanbod is aan woningen met eigen parkeergelegenheid voor eigen auto's dan dat de vraag ernaar is. Dus vooralsnog voorzie ik op het niveau van heel Nederland of een stedelijk gebied geen problemen. Hoe kijkt u aan tegen nieuwe vormen van individueel vervoer? PLEF. Ik weet niet wat een PLEF is. Electric vehicle neem ik aan. Plug-in electric vehicle. Dat denk ik haast niet. Ik ben een beetje onzeker over wat er precies wordt bedoeld. Misschien wordt er ook de micromobiliteit mee bedoeld. De segways, de stepjes, e-scooters. En als dat zo is, zou ik zeggen per stuk beoordelen op hun voor- en nadelen. Nederland is overigens wat terughoudend ten aanzien van het toestaan van nieuwe vervoermiddelen. In Nederland is het eerst aantonen dat veiligheid geen probleem is en dan mag het.
In sommige andere steden en landen is het omgekeerde. Alles mag tenzij blijkt dat het risicovol is. Ik denk dat door de ervaringen met de stint Nederland voorzichtig is geworden. En ik kan mij heel goed iets voorstellen bij je terughoudende beleid. Aan de andere kant, als dit soort micromobiliteit het voor mensen veel makkelijker maakt om zich in de stad te verplaatsen, heb ik daar niets op tegen als dat per saldo meer voordelen heeft dan nadelen. Ik denk dat het meer verstandig is om te kijken welke vormen willen we waar, dan dat we moeten denken in termen van innovaties zijn altijd goed of alles wat nieuw is moeten we verbieden. Ik denk meer in termen van maatwerk. Hoe maken we bestaande wijken autoluw? Dit is een zeer terechte en een bijzonder lastige vraag. Dit is typisch ook een voorbeeld van the pain is in the change. Het zal van tevoren heel moeilijk zijn om dit voor elkaar te krijgen. Als het is gebeurd, dan zijn mensen vaak veel positiever. Ik denk dat ervaringen elders heel positief werken. Je kan met allerlei rapporten en berekeningen komen. Dat zegt mensen vaak minder dan wanneer ze het gewoon zien. Ik herinner me nog dat ik een jaar of 5 geleden met mijn collega Jan Annema in Tirana was, in Albanië. En wij in een wijk waren waar onze gastheer van duidelijk maakte, dat was een wijk waar met mooie terrasjes, veel minder auto's, geen geparkeerde auto's. Dat hadden ze gedaan als een soort experiment. Van tevoren was er veel weerstand, ze hebben het toch gedaan. Mensen vonden het prachtig en de aanpalende blokken gingen vragen, mag dat ook niet bij ons? Wij willen dit ook. En ik denk dus dat goede voorbeelden een goede inspiratiebron zijn om autoluwe wijken te maken in bestaande woonwijken. En ja, dat ervaren zien doet vaak veel meer dan allerlei rapporten of argumenten. Ik denk overigens dat je hier ook wel selectief in moet zijn. Doe het eerst in die wijken, waar de leefbaarheidsvoordelen het grootst zijn. Je moet dat niet verkopen als autootje pesten. Dan gaan mensen natuurlijk zich ertegen keren. Je moet het meer verkopen als welke stad wil je of welke wijk wil je? Waar voel je je prettig in? Een wijk met minder individuele geparkeerde auto's en meer ruimte voor groen, voor spelende kinderen, voor lopen en voor fietsen. Of een wijk zoals die nu is. Laat misschien ook computeranimaties zien van zo zou het eruit kunnen zien. Dat zegt vaak ook veel meer dan allerlei rapporten. Ik kijk even of er nog meer vragen zijn. Nee. Tot slot nog enkele stellingen. Deels in lijn met wat ik al verteld heb. De trade-off tussen leefbaarheid en bereikbaarheid is volgens mij de grootste uitdaging voor steden en stedelijke regio's. Voor een visie voor de toekomst voor steden is veel meer lef nodig. En dat lef gaat vooral over de vraag, hoe zorg je dat gewenste controversiële maatregelen ten koste van de auto worden geïmplementeerd? Nog een stelling is, een minder belangrijke rol van de auto is goed voor de waarde van vastgoed, met name in de grotere steden en in de Randstad. En een vierde stelling is dat de vastgoedsector te veel kijkt naar de korte termijn en de maatschappij is veel meer gebaat bij een lange termijn perspectief. Om dat laatste nog te illustreren, in de jaren 90 was het adagium bouwen voor de markt of bouwen voor de toekomst. Bouwen voor de markt betekende vaak wat meer vrijstaande woningen, 2 onder 1 kap, want die kon men snel bouwen en snel verkopen. Terwijl demografen al lang zeiden, dit gaat fout, op lange termijn hebben we naar verhouding minder van die woningen nodig en meer appartementen, want Nederland vergrijst en de huishoudens worden kleiner. Als je voor de toekomst bouwt, dan ga je meer appartementen bouwen. Dat is grotendeels niet gebeurd. En we zien inmiddels dat de prijzen van appartementen vaak nog hoger zijn dan van 1 gezinswoningen met evenveel vierkante meters. Dat is het gevolg van het feit dat we toen veel hebben geluisterd naar de vastgoedsector die naar de korte termijn kijkt. Ik neem ze dat niet kwalijk, dat is begrijpelijk. Maar het is wel zo dat de maatschappij er baat bij heeft als we wat meer een doorkijkje hebben naar de lange termijn. Waar hebben we over 20, 30, 40 jaar behoefte aan? Dit waren mijn stellingen tot slot. Ik realiseer me dat de presentatietijd vrij kort is geweest. Ik weet niet of er inmiddels al vragen zijn binnengekomen. Ja. Vindt u de Hyperloop een positieve ontwikkeling? Een prikkelende stelling. Als onderzoeker ben ik daar heel neutraal in. Ik ga daar overigens binnenkort een lezing over geven in Groningen. Dat is niet voor niets Groningen vanwege die testfaciliteit. Ik zeg altijd maar, bij elke innovatie, als je daarover een voorspelling moet doen, kan je je fles wijn het beste zetten op het feit dat je voorspelt dat die mislukt.
Van al dit soort voorgestelde innovaties is maar een klein deel geïmplementeerd. Dus statistisch gezien is de kans op mislukken veel groter dan de kans op lukken. Aan de andere kant, het mobiliteitssysteem is in een periode van 100 jaar continu veranderd. Zeker de laatste 2 eeuwen. Dus de kans is heel klein dat er niets gebeurt tussen nu en 100 jaar. Alleen het is ontzettend moeilijk om te voorspellen wat er verandert. We zijn vanuit de innovatiewetenschappen veel beter in het uitleggen waarom dingen wel of niet zijn gelukt, dan in het voorspellen van wat wel of niet succesvol is. Ik durf er wel iets over te zeggen. We weten dat als iets sexy wordt ervaren, dat dat vaak de kansrijkheid doet beïnvloeden. En ik denk dat die Hyperloop door veel mensen als een sexy vervoerwijze wordt gezien. Ik denk ook dat die Hyperloop kansrijker gaat worden als we bereid zijn de luchtvaart aan te pakken. De Hyperloop is een prima alternatief voor langere afstanden. De snelheden zijn vergelijkbaar met die van het vliegtuig. En de Hyperloop stations zitten vaak dichter bij de herkomst en bestemming van mensen dan luchthavens. Dus de Hyperloop zou, als hij er zou zijn, een prima alternatief zijn. Alleen, vliegen is gruwelijk goedkoop. Geen heffing op kerosine, geen btw op vliegtickets, vaak indirecte steun aan de luchtvaart. En zelfs de steun die nu in de coronaperiode wordt gegeven, er worden maar weinig eisen aangesteld. Op het moment dat wij de luchtvaart wat minder in de watten leggen, en daar is veel voor te zeggen, dan zou die Hyperloop concurrerender kunnen worden. Het is eigenlijk gek dat wij een zeer milieubelastende activiteit als vliegen zwaar bevoordelen. De Hyperloop, of die er komt, ik durf het niet te zeggen, als de technische problemen worden overwonnen. En dat weten we ook goed duidelijk te maken naar de politici die hierover moeten beslissen. Zou het me niet verbazen dat die toch wel wat meer kans maakt dan de gemiddelde nieuwe optie voor een innovatie. Zorgt het terugdringen van autogebruik niet voor het wegtrekken van de beroepsbevolking uit de woonkernen die op enige afstand van grote steden wonen? Omdat het OV toch trager is dan van deur tot deur. Excuses. Zeker als je ongebreideld overal de rol van de auto terugdringt, zullen sommige mensen zich terugtrekken naar woongebieden verder van de stad af, omdat ze daar wel die auto voor de deur krijgen. Onder de streep leidt dat natuurlijk niet tot leegstand, maar tot een andere verdeling van mensen over woningen. En dat betekent dat mensen die minder van de auto afhankelijk zijn, naar verhouding wat meer naar de steden gaan, en die zullen dat prettig vinden. En mensen die meer afhankelijk van de auto zijn, zullen eerder naar buitenwijken gaan. We moeten natuurlijk wel voorkomen dat dat leidt tot een heel eenzijdige samenstelling van de bevolking in de stad. Sommige mensen zijn bang dat die stad straks aantrekkelijk wordt voor mensen zonder auto en dat dat mensen met lagere inkomens zijn. En dat je juist die krijgt dat dus bepaalde arme bevolkingsgroepen in de stad gaan wonen. Maar ik kom in de literatuur ook het omgekeerde tegen. Er zijn ook mensen die zeggen, de hogere inkomens die kunnen die prijzen van die woningen betalen, die wonen straks prettig en die hebben die auto helemaal niet zo nodig. Terwijl mensen met lagere inkomens dan van veruit van de buitenwijken naar de stad moeten. Dit is bijvoorbeeld in Parijs een groot discussiepunt. Mensen die binnen de route periferiek wonen, die hebben vaak geen auto. En als ze die al hebben, dan gebruiken ze die vaak niet voor woonwerk of zakelijk verkeer, maar om eens bijvoorbeeld in het weekend nog even naar buiten Parijs te gaan. En mensen in de banlieues, de arme wijken daarbuiten, die hebben vaak geen goed openbaar vervoer, maar hebben hun baan binnen de periferiek. En als je dan de rol van de auto verder terugdringt, kunnen ze daar niet goed komen. En dat is een bepaald eerlijkheidsvraagstuk waar je een oplossing voor moet bieden. En die oplossing is misschien om het openbaar vervoer verder te verbeteren, zodat die mensen een alternatief hebben. En ik wil ook zeker niet suggereren dat het makkelijk is. Dring de rol van de auto maar terug en alles komt goed. Dat vereist zeker maatwerk en je moet dat niet klakkeloos overal toepassen. En er zijn ongetwijfeld wijken waarvan we zeggen, geen probleem, zorg dat die mensen daar goed kunnen parkeren. En op andere plekken kan je misschien de rol van de auto wel terugdringen. Ik denk alleen dat het een illusie is dat mensen in stedelijke gebieden hetzelfde niveau van autobezit blijven hebben als wat we in Nederland nu hebben. Dat is ongeveer 500 auto's per 1000 inwoners. Zelf het huidige niveau van Amsterdam is niet haalbaar in bijvoorbeeld het westelijk havengebied als we daar nog 70.000 woningen willen neerzetten. Daar is gewoon de ruimte niet voor. En dat betekent dat verder gaan op dezelfde weg als wat we tot nu toe doen, dat is in ieder geval geen oplossing. De vastgoedsector
wil ook graag veranderen, maar gemeentes veranderen niet snel. Regels omtrent bijvoorbeeld parkeernormen. Hoe kan dit sneller veranderen? Ik vind het een terechte vraag, want vaak wordt naar de vastgoedsector gekeken als een sector die maar niet wil veranderen. Vaak is de gemeente ook de bottleneck. En vaak heeft de vastgoedsector vooral duidelijkheid nodig en consistent beleid. Ik weet dat Rutte bijvoorbeeld allergisch is voor visies, maar ik denk dat steden er best goed aan doen om toch een lange termijn perspectief voor de stad of delen van de stad neer te zetten, waardoor de vastgoedsector weet waar ze aan toe zijn. Ik denk dat dat niet zozeer een probleem is dat er strenge parkeernormen zijn. Het is vooral een probleem als je niet weet welke normen wanneer gaan gelden. Dus duidelijkheid is heel belangrijk en dat vereist dat je lokale bestuurders, lokale politici nodig hebt die bereid zijn om een perspectief te geven van waar willen we met de stad over enkele decennia naartoe. Dan weet de vastgoedsector ook waar ze aan toe zijn. Het is inmiddels 12 uur. We zijn aangekomen bij het einde van dit college. Ik hoop dat u er wat van hebt opgestoken. Mocht u het ergens helemaal mee oneens zijn of nog verduidelijkende vragen hebben, stuur me gerust een e-mailtje g.p.vanwee@tudelft.nl. Als ik veel vragen krijg, kan ik misschien niet overal op ingaan, maar ik zal proberen uw vragen te beantwoorden. Dank voor jullie aanwezigheid. Hartelijk bedankt voor het kijken naar dit Urban Insight College over de toekomst van stedelijke mobiliteit. We houden graag contact met je en het Urban Insight team stuurt je maandelijk updates over de nieuwste ontwikkelingen in de steden en samenlevingen van de toekomst. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief. Voor nu een heel fijne werkdag gewenst. Dag!